U kijkt naar de VPRO, maar hoe lang nog? Want in Hilversum heerst de kijkcijfergekte. En daardoor gaan onze programma's wel naar de bliksem. Stop die verloedering en word lid. Gireer of telefoneer uw tientje nu naar de VPRO. Jacob Israël de Haan zat aan het begin van deze eeuw als correspondent in Palestina en zocht toen al naar oplossingen voor de dilemma's die ook tegenwoordig nog de grootste dreigingen vormen voor de staat Israël. Maar zijn inspanningen om een oplossing voor de Joods-Arabische tegenstellingen te vinden werden hem in 1924 noodlottig. Een zionistisch commando schoot hem dood. Over het leven van deze bijna vergeten schrijver, die in Israël voortleeft als verrader voor de een en als martelaar voor de ander, gaat de nu volgende film van Emile Fallot. Het eind dat niemand keren kan.